kan me niet anders voorstellen. U heeft enorm veel belletjes gepleegd. Ik ben vandaag de hele dag aan bellen en wat koffie drinken. Dus ik ben er heel druk mee. Maar het is geen makkelijke opgave. Het is heel jammer, want dat college wat valt, had helemaal niet nodig geweest. Direct na de vrijspraak op 21 april heb ik tegen de 5 coalitiepartijen toen nog, er is er nu inmiddels 1 weg, gezegd de aanschuifvariant. Ja. Er hoeft niemand weg, maar wij komen erbij. Ja, en dat is gewoon door 2 partijen wordt dat gewoon tegengehouden. Wat is gebeurd? Met wie heeft u allemaal gebeld? Ik heb gesproken met vrijwel alle partijen. Dus en we zijn aan het kijken of we een meerderheid kunnen krijgen. En wat maakt het dan dat u zegt dat het geen makkelijke opgave is? Want als het in principe alleen de PvdA en GroenLinks is... Nou, er zit natuurlijk na gisteravond wat frustratie. D66 is boos op de VVD en het CDA vindt de VVD ineens niet meer zo leuk. GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die hebben niet zo op met mij. Dus dat is een lastig traject en dat is heel zonde. Want de stad Den Haag moet bestuurd worden. En de problemen die er in Den Haag zijn, en die zijn er voldoende, die moeten worden opgelost. Dus laten we nou eens over onze eigen schouder heen stappen. En laten we zeggen, we gaan de schouders eronder zetten. Welke coalitie zit u voor zich? Het meest logisch zou zijn een coalitie met de 3 grootste partijen. Dat kan. Mijn partij heeft 9 zetels, D66 8 en de VVD 7. Dan heb je samen de meerderheid. Ja? Het lijkt mij heel zinvol om die in ieder geval te verkennen.